Het is vandaag een bijzondere dag. Waarom is het voor jou vandaag een bijzondere dag? Omdat ik met Lotte Kopecky ga koersen. En is dat een voorbeeld voor jou? Ja. Toch wat zenuwen bij de jongste fans van Lotte Kopecky. Zeker als je idool plots naast je staat. 100 kinderen wisten een felbegeerd plaatsje te bemachtigen om een fietstocht te maken met Kopecky. En op zo'n fandag mag een foto met de wereldkampioene en natuurlijk ook een handtekening niet ontbreken. Kopecky doet het allemaal met een brede glimlach. Lotte Kopecky, je bent hier pas 10 minuutjes. Al enig idee hoeveel handtekeningen en foto's er al gepasseerd zijn? Ja, toch wel enkele. Maar het is wel leuk om te zien dat er al zoveel kindjes aan bezig zijn. En ik hoop dat we ze op een veilige manier naar Gent kunnen rijden. Onder leiding van Kopecky rijdt het kinderpeloton van de Blaarmeerse naar de Kouter. De wereldkampioene uit Assenede slaat onderweg een praatje met haar jongste fans. Dat zij nu hun idool is, dat is toch nog wat wennen. Nooit echt idolen gehad. Dus het voelt wel een beetje... Voor mezelf nog altijd een beetje ongemakkelijk of een beetje onwezenlijk om zelfs zo'n idool voor die jonge kinderen te zijn. We merkten wel dat er heel veel vraag naar was. Dus is het wel leuk om dit allemaal op één dag te bundelen en om hopelijk deze jonge kinderen ook een beetje een dag van liefde te bezorgen. Op de Kouter leven de kinderen zich uit op een behendigheidsparcours. Zelfs de allerkleinste wagen al een poging. Maar de meesten zijn hier natuurlijk gekomen voor Lotte Kopecky. Het is lang aanschuiven voor een foto en handtekening, maar good things take time. Kopecky is duidelijk bijzonder geliefd. Ze heeft ons heel mooie momenten bezorgd dit jaar. En we gaan even zeggen dat ze daarvoor bedankt is. Soms kijk ik wel keer mee met mijn papa, maar ik vind ook dat Lotte dat heel goed gedaan heeft dit jaar. Dus ik vind dat wel super. Ze is heel ingetogen en dat vind ik zo mooi dat ze nog steeds haar eigen zelf blijft en niet de grote ster wil zijn. Met Kopecky als boegbeeld wordt het vrouwenwielrennen in België steeds populairder. Dat voelen ze ook bij Cycling Vlaanderen. Ik denk wel dat we van een Kopecky-effect kunnen spreken. Natuurlijk, qua vergunningen, qua aansluitingen en al, zullen we dat moeten evalueren, laat ons zeggen, naar 2024 toe, 2025. Maar wij hopen natuurlijk met Cycling Vlaanderen dat er veel meer, laat ons zeggen, meisjes de weg naar de fiets gaan vinden. Hè. Wie weet rijdt hier dus wel een toekomstige wielerkampioene rond. Kopecky heeft alvast één tip. Ik zou zeggen, begin met je te amuseren en wat komt, dat komt.